Sander, wat had jij afgelopen zaterdag toen Dirk Marcellus zijn 5e gele kaart van het seizoen pakte? Om eerlijk te zijn dacht ik, ja, mijn kans wordt natuurlijk weer groter. Er is weer een concurrent weg en ja, ik hoopte dat ik natuurlijk in ieder geval al in kon vallen tegen de beker. Alleen dat is helaas niet gebeurd, dus ja, dat is nog even afwachten voor mij. Ja. Als het tot je debuut komt, dan heeft het nog best een tijdje moeten duren. Ja, nee, het heeft inderdaad een tijd geduurd. Ik doe mijn best op mijn trainingen en in de minuten die ik maak. En ja, voor de rest is het de keuze aan het trainen. Ja, want je zat geloof ik 2,5 seizoen geleden al voor het eerst op de bank bij het eerste. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Waarom heeft het dan zo lang geduurd? Over de afgelopen jaren durf ik dat niet te zeggen. Dan is het ook geschommeld met mij. De ene keer zat ik er wel bij, de andere keer niet. Nu dit seizoen heb ik er bijna elke wedstrijd nog bij gezeten. 1 wedstrijd niet. En ja, nogmaals, het is aan mij om te laten zien dat ik kan spelen. En dat doe ik op de trainingen en de minuten die ik maak in het tweede elftal. En ja, voor de rest is het de keuze aan de hoofdtrainer. Ja. Is het dan ook in jouw nadeel dat het zo fantastisch gaat met Pek Zwolle? Dat ze ook niet zo snel jeugdspelers of tenminste jonge spelers worden ingebracht? Ja, dat denk ik wel. Nou, we draaien hartstikke goed. We staan op een fantastische positie. Dus ik denk dat je als hoofdtrainer zijde dan moeilijker een switch maakt in je team. Ja. Nou ja, vorig seizoen was het ook lastig omdat je toen tegen degradatie werd gespeeld. Maar is het sowieso lastig om vanuit de jeugd door te breken in het eerste? Ik denk dat het wel moeilijker is. Ja, als je van buitenaf komt, dan denk ik dat je altijd een stapje voor hebt. Ik probeer mijn best te doen, mezelf te laten zien. Het gaat goed. En ik hoop deze stappen door te zetten en dat daar inderdaad spelen bij de toekomst. Ja. Stel dat je gaat spelen, wat zou dat dan voor je betekenen? Ja, daar heb ik het altijd voor gedaan. Ik heb hier al, hoe lang zit ik hier al? 6-7 jaar. Ik doe het om hier in het eerste te staan natuurlijk. Dus dat is fantastisch als dat gebeurt. Ja. Stel nou dat je niet gaat spelen, dat hij voor ervaring gaat kiezen of een andere oplossing kiest. Wat zou dat dan voor je betekenen? Ja, nou simpelweg, daar heb ik mee te dealen. Ik ben nog geen basisspeler en ik heb nog niks laten zien hier in het eerste elftal. Dus als mijn kans er is, dan grijp ik die. En voor de rest moet ik geduld hebben. Maar ja, goed, het lijkt wel, als je nou niet de kans krijgt, dan ga je hem waarschijnlijk nooit meer krijgen, denk ik. Ja, nou, ik weet het niet. Ik kan er niks over uitlaten. Ik weet alleen dat ik bij het eerste elftal zit. En als ik moet spelen, dan sta ik er. Weet je de opstelling al? Ik weet de opstelling, maar daar mag ik helaas niks over kwijt. Wat gaat het voor een wedstrijd worden tegen ADO, denk je? Het is sowieso voor ons een belangrijke wedstrijd. We draaien een goede periode, dus die willen we goed afsluiten. Daarna gaan we de vakantie in, dus ik denk dat het ook altijd fijn is als je de laatste wedstrijd goed afsluit. Dus we willen hem natuurlijk, net zoals de afgelopen reeks, winnend afsluiten. Ja, liggen er mogelijkheden tegen ADO? Absoluut. Ik denk als je thuis de wedstrijd hebt gezien, dan hebben we een goede wedstrijd gespeeld. ADO die heeft de afgelopen tijd nu wel weer goed gedaan. Ook goede reeksen thuis. Dus het wordt lastig, maar we gaan voor de winst, voor de 3 punten. Ja. En jij gaat je eerste speelminuten maken? Ik hoop het. We zullen het zien morgen.